Eerst kijken we hoe de Nederlander Ronald Fink zich voorbereidt op die finale tegen Oudé. Donderdag de eerste wedstrijd gespeeld tegen Stefan Olsen, gewonnen. En vrijdag de tweede wedstrijd gespeeld tegen Michael Scheffers. En nou gaan we vanmiddag de finale spelen. Op mijn 18e jaar heb ik botkanker gekregen. En daarna kon ik ook, hebben ze dus eigenlijk een operatie uitgevoerd waar ik een omkeerplastiek heb gehad. Dus men heeft mijn bovenbeen geamputeerd en heeft het onderbeen omgedraaid tegen mijn heup aangezet. Waardoor mijn enkelgewricht nu mijn kniegewricht is. En vanaf dat moment ben ik uit het revalidatiecentrum heeft mij gepusht om te gaan tennissen, rolstoeltennis te gaan doen. Omdat ik valide tennis niet meer kon doen, zeiden ze van ja, weet je, je hebt aardig goed kunnen tennissen en nu ga dan gewoon rolstoeltennis doen. Ik ga lunchen zo meteen. Pasta bolognese. Ik ga even lekker rustig aandoen. Ik denk dat ik mijn familie straks nog eventjes even ga zien. Er komen wel aardig wat mensen kijken inmiddels, dus dat is wel erg leuk. Een hoop mensen op de tribune die nu me toejuichen. Aad Zwaan, coach van Ronald Fink. Hoe lang al? Dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar een jaar of 10 denk ik dat ik met hem bezig ben. Nou, Ronald heeft met name de laatste 2 jaar heeft hij hele grote sprongen gemaakt. Op tennistechnisch vlak en zeker op mobiliteitsvlak. Dus er zit wel degelijk veel groei in. Maar hij is nog lang niet uitgegroeid. Ik denk dat de meeste groei bij Ronald nog te halen is uit zijn mobiliteit en een stukje op het mentale vlak. Daar is nog wel veel winst te boeken. Ja, mentaal kan altijd beter. En waar ik nog heel veel op moet focussen is de keuzes die ik maak. Een topspin backhand of een slice backhand of een reverse topspin backhand. Daar moet ik nog heel veel de keuzes in maken van op welke moment ik die ballen ga slaan. Het rijden in de rolstoel is het belangrijkste wat je ervan van rolstoeltennis. De mobiliteit is het belangrijkste bijna van de slagen moet hebben. Het economisch rijden, het goed voor de bal komen. En dat heeft bij mij wel bijna 2 jaar geduurd voordat ik daar echt goed onder de knie had. Ik heb nog even een sessie bij de fysiotherapie om even wat los te maken. Mijn nek even te doen en daarna ga ik me voorbereiden. Voorbereiden op de wedstrijd, eventjes naar muziek luisteren of even naar een gesproken bandje luisteren van een sportspsychologe. Aafke van der Wouw, zij heeft ingesproken met een muziekje erachter waarop zij eigenlijk vertelt, ga rustig zitten, neem de tijd, doe je ogen dicht, ga naar de plek waar jij straks je wedstrijd moet gaan spelen. Bedenk hoe het daar is. Is het warm daar? Is het koud daar? En zo gaat ze eigenlijk stap voor stap het hele proces langs. En ook de beleving die zij dan eigenlijk ook vertelt van beleef hoe je die bal terugslaat en beleef hoe je het punt wint. Dat visualiseren is heel erg belangrijk in de sport. En het heeft mij wel heel erg geholpen. Welkom bij de finale dag van het ABN AMRO World Wheelchair Tournament. Ik kijk er heel goed naar uit, want het is toch wel een speler waar ik waar ik van kan winnen. En waar ik een goede en leuke wedstrijd ook tegen kan spelen. Trots dat er een Nederlander in de finale staat, wederom. Ja, zeer zeker. Maar de kans is ook wel heel erg groot, Marie, dat er ergens een Nederlander in de finale staat bij het rolstoeltennis. Want dat zijn natuurlijk de beste ter wereld. Behoorlijk wat slagkracht in die rechterarm. Hier weer prachtige backhand en mooi dat gebaar van Stefan Oudé. Ze kennen elkaar natuurlijk goed. Het duimpje omhoog voor het prachtige punt van
Ronald Vink. En Vink laat zich van de beste kant zien. En deze bal gaat uit en Ronald Vink wint voor de tweede keer het ABN AMRO World Wheelchair Tennis Tournament. Na zijn zegen vorig jaar nu opnieuw de beste. We zagen even zijn vriendin die ook juicht. Uiteraard prachtige prestatie van de Nederlander. Die Stefan Olsen en Michael Scheffers heeft verslagen. Hier in een innig samenzijn met zijn coach. Want dit is een prestatie van formaat. Nelly Koeman feliciteert de ouders van Ronald Vink. Hij dus opnieuw de beste hier in Rotterdam. Ronald Vink. En daar hoort natuurlijk ook de prijsuitreiking bij. En dat gebeurt door niemand minder dan Gerrit Zalt namens ABN AMRO. Gefeliciteerd. Maar had jij wel goed geslapen? Ik heb niet zo heel erg goed geslapen, nee. Ik weet hoe je eraan komt, maar dat klopt inderdaad. Nee, ik had gisteren na de wedstrijd tegen Michael Scheffers en dan s'avonds nog een dubbel gespeeld. Ik kon de slaap niet vatten. Ik heb eigenlijk tot de ene uur of twee, drie wel wakker gelegen. Ja, en de eerste set sliep je ook nog een beetje, of niet? Ik was er niet helemaal bij. Ik ben inderdaad een beetje meer bezig geweest met wat er om me heen gebeurt. En met hele andere dingen, wat er eigenlijk gebeurde. En terwijl ik gewoon niet met dat tennis bezig was. Ronald is een slow starter. Ik was wel een beetje verbaasd hoe gespannen hij was. Eerst was hij echt zo gespannen. Vulde hij het plan ook niet in wat we afgesproken hadden. Hij was te eenzijdig naar één kant aan tennis. Zocht alleen maar de backhand op, was geen variatie in. Nou, na de eerste set nam hij een break, is even in de spiegel gaan kijken in het toilet. En die spiegel die heeft gefunctioneerd. Daarna komt hij gewoon herboren terug. En dan zie je ook gewoon heel veel variatie erin. Veel meer overtuiging, veel meer ontspanning. En dat is, dan zie je gewoon terug wat ik van Ronald weet en ken. Gewoon eigenlijk de nummer 1 van de wereld. Ik heb eventjes zodanig in die spiegel gekeken. Ik heb mezelf al gezegd van wat ben je nu aan het doen? Je moet nu gaan tennissen. Naar voorwaarts tennissen. De bal snel nemen. En op welk moment dacht je van nou is die voor mij? Eigenlijk toen ik de eerste met 6-1 al pakte, had ik al het idee van ik heb hem. De manier zoals ik aan het tennissen was en de manier zoals ik druk zette, toen dacht ik al van ik heb hem. En als ik zo doorga, dan sla ik hem gewoon weg. Het was echt schitterend. In het begin was het even heel erg knijpen, maar na de tweede set was het echt zo van we gaan ervoor. Ja, ik ben te fanatiek, sorry. Ja, je leeft uitstekend mee. Ja, maar weet je, het is rolstoeltennis. Ik ben ambassadeur van de gehandicaptensport. En als je dit ziet, dan leef je helemaal mee. Ik voelde gewoon wat Ronald voelde. Gewoon de spanning van, ik moet ervoor gaan, eigen publiek. Dus het was echt schitterend. Het was natuurlijk dezelfde finale als vorig jaar. Was deze nou een stuk makkelijker? Nee, deze was niet makkelijker. Vorig jaar was het 7-5, 6-3 heb ik begrepen, dacht ik. Maar nee, dit was niet makkelijker. Dit was mentaal wel een heel andere wedstrijd, omdat het een 3-set was. En de eerste set ook verloren had. Ik moest mezelf herpakken. En dat heb ik vorig jaar niet hoeven doen. En dat heb ik in deze wedstrijd toch wel moeten doen. En ja, daar ben ik wel heel blij om dat het wel goed is. Een mooie winnaar, Ronald Vink, voor de tweede maal op rij. Dit was het World Wheelchair Tennis Tournament in Rotterdam. Bedankt voor het kijken en tot volgende keer.